Waarom wordt er niet onderhandeld in Nederland over het feit dat mensen die in de ploegendiensten werken minder belasting hoeven af te staan? Want belasting is blijkbaar geen probleem in Nederland. Daar hebben we er hartstikke veel van. Want we geven het gewoon gratis weg. 1,4 miljard per jaar geven we gratis weg. Als we bijvoorbeeld ontwikkelingshulp willen verhogen, dan wordt er 23 weken over gedebatteerd. En hier staat in deze verkiezingsprogramma. 1,6, ja, dat is inderdaad het is wat hoger. De robotisering, nog een ander punt. Robotisering vernietigt goed betaalde banen. Banen waar vakbondsleden werken. En daar komen slecht betaalde banen voor terug. Flexkrachten, ZZP'ers. Die betalen minder belasting. En dan gaat het nog slechter voor ons in Nederland. Want die multinationals moeten verdiend blijven worden. Ik heb een andere oproep. Een tijdje geleden bij Pauw. Hans de Boer, de grote baas van VNO-NCW. Hey vriend, zei hij Russisch. Toen zei hij tegen Jesse Klaver, hey vriend. Nou, Hans, hey vriend. Wanneer ga jij ervoor zorgen dat multinationals in Nederland eerlijke belastingen gaan betalen? Wanneer ga jij daarvoor zorgen, de boer? Dan ben je pas een vent. Laat ze mee betalen voor de infrastructuur. Laat ze mee betalen voor de gezondheidszorg. Laat ze mee betalen aan de AOW. In plaats van alleen hier komen om banen te verkloten. 50 FTE, de Unilever. Kom op, mee. Laten we niet lachen.